Goedemiddag iedereen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Goedemiddag, we moeten nu heel zachtjes zijn, want de vorige aflevering hebben we een piece of hart gevonden en zijn we dus zeg maar Hyrule Castle ingeslopen. En we willen niet dat de guards ons horen, al zou dat zeker niet gebeuren. Waar doe ik eigenlijk zoveel moeite over? Die guards die zijn zo doof als een kwartel. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer, Zeepie. En in de vorige aflevering, ik heb het net allemaal al gezegd, maar we zijn dus bezig met inbreken. En we hebben Melon ontmoet en Mario. En nou gaan we hier dus zeg maar richting Zelda. Nou, hij loopt zijn eigen rondjes, hij loopt een ronde. Ik loop er even achterlangs. Hij heeft natuurlijk geen idee dat we in de buurt zijn. En hier hebben we twee van die mafketen. Nou, normaal gesproken deze struiken, zeg maar, daar zou je doorheen kunnen kijken. Ik bedoel, ik zie zelfs in Nintendo 64 graphics dat je er doorheen kan kijken. Maar nogmaals, we hebben hier Molly en Molly Mol. En die zien ons totaal niet. Dus wat we kunnen doen, is we kunnen er gewoon achteraan sneaken. En nou vraag ik mij af, volgens mij maak ik hier nou fout. Want hij loopt nou dadelijk terug. Of loopt er weer die... Ja, hij loopt nou terug. Dammit. Oké, moeten we nog heel even wachten. Ik bedoel, ze zijn zo... Hier moet je hem daar nou zien staan, Mr. Macho Man. Macho, Macho Man. Nou ja, deze hebben wel iets beter zicht als de guards die we dus zeg maar eerder hebben geencounterd. Maar op het moment dat we hier nou dus zo langs lopen, hij loopt zo langzaam tot we gewoon dus zeg maar hier langs kunnen lopen. Nou kun je daar zeg maar bij de volgende ruimte, kunnen we daar een paar rubies gaan pakken. Maar dan loopt daar ook weer zo'n, die guard alleen maar de, oh boy. Die guard alleen maar zeg maar de rubies. Dus, en hij kijkt gewoon onze kant op. Hé, daar sta ik, nee, ik zie daar een kind daar het muur. Ach ja, het zal vast wel zeker niet boeiend zijn. Oké, nou dit wordt irritant, Zie mij falen, Echt, die camera angles die zit gelokt, dus... Ah, en dat vind ik zo irritant bij 3D platforming skills. Ik ga het gewoon, hoppakee. Oh, ik hoorde iemand hoi zeggen, maar ik reageerde gewoon niet op. Oh, hij komt alweer. Deze saaie baan die ik heb van King Hyrule. Echt serieus. Ik zou liever eigenlijk mijn eigen beter kunnen doen met weet ik veel, op avontuur gaan of zo. Maar nee, ik ben hier bezig. Ik heb hier een duty. Ik heb hier een duty iedere dag dat ik niks anders kan doen als alleen maar rondjes lopen. En hey, hallo kind. Sorry, maar je bent te ver, dus ik mag jou nou niet roepen. Oh, nee. Ik zit hier ook. Ik vind het helemaal niet leuk. Waarom lopen we hier rondjes? S'avonds heeft het namelijk wel nut om hier eigenlijk te staan. Want dan hebben we zelf tot we dus zeg maar daar die fontein in de gaten houden. Wat ik de vorige keer al heb gezegd. Maar nee, overdag was mijn shipment hier rondjes rond deze struik te gaan lopen. Ik heb zo geen zin in mijn werk. Is het al 6 uur? Ik wil naar huis. Dan heeft er iemand avonddienst en die is tenminste zo slim om bij de fontein te gaan staan. Maar ach, ik weet zeker dat dat kind wat net achter me liep me niet in de gaten heeft. Oké, nou, op het moment dat we dan eindelijk hier komen, waar geen guards meer zijn, echt op het belangrijkste plekje, daar zitten geen guards, komen we dus eindelijk, zeg maar, bij de Princess of Destiny. Nou, zijn er twee leuke dingen die we hier kunnen doen. Als we dus, zeg maar, hier door het raam heen kijken, dan zien we dus, zeg maar, helemaal niks. Maar gaan wij de andere kant op, doe eens eventjes draaien, gaan we de andere kant op, dan zien we daar een foto van Mario hangen. Hello, I told you! Nou, in ieder geval, daar zien we Bowser. Hey, I'm in this game too, I'm so awesome! En daar hebben we Peach die weer ontvoerd wordt. That's not funny to make a joke of! Zo. En daar zien we dus zeg maar een Yoshi. En volgens mij was Luigi er ook. And nobody cares about Luigi. Natuurlijk wel Luigi, jij hangt daar. Oh, that's a great. Yahoo! Mario! Oh, alsjeblieft, ga niet over die Luigi's Mansion beginnen. Maar goed, als we daar dus zeg maar een zaadje tegen het raam aan schieten, dan krijgen we een Red Ruby. Hou er wel rekening mee. Doe je dat aan de andere kant, en dit vind ik gewoon hilarisch. We hebben net zoveel moeite gedaan om niet gezien te worden door de guards. Om ze te ontwijken, omdat dat blinde vinken van Nederland maar in zijn. Maar doen we dat hier, dan komt er een guard. Hey you, don't cause any trouble. Oké, sorry. En die gooit gewoon een bom. Nou, die bom dat duurt nog even voordat hij explodeert. Dus we hebben meer dan genoeg tijd. En hij waarschuwt ook niet van, hé, er is een kind hier in, moeten we hem niet heel eventjes laten verwijderen. Nee, die gooit gewoon een bom en die denkt van, ach, dat zal hem wel op hebben geblazen. Maar goed, cutscene tijd! En dan moet ik weer een stem bedenken voor Zelda. Oh, boy. Woo! Who are you? I'm Zelda. I am the princess here. Nee, dat zou helemaal hilarisch zijn. Who? Who are you?
How did you get past the guards? Weet je, in het begin klinkt al behoorlijk bekakt op het moment dat je dus zeg maar nog een jonge versie bent. Oh, what's that? Is that... a fairy? Then, are you from the forest? Then you wouldn't happen to have the spiritual stone of the forest, would you? That green and shiny stone? Serieus, vragen we niet eerst eventjes om een naam? Wat doe je hier? Hoe ben je voorbij de guards gekomen? Nee hoor, begint toch gelijk te vragen hoe en wat en wanneer en wat en neer en noem erop. Do you have it? Ja, ik heb het. Just as I thought. Ik begin er gewoon op te lachen, zo leuk. I had a dream. I had a dream. I had a dream. Oké, sorry. I had a dream. In a dream, dark storm clouds were billowing over the land of Hyrule. But suddenly, a ray of light shot out of the forest, parted the clouds, and lit up the ground. The light turned into a figure holding a green and shining stone, followed by a fairy. Weet je, je mag die fee wel hebben hoor. I know this is a prophecy that someone would come from the forest. Nou, dat is leuk. Yes, I thought you might be the one. Nee, dat is Neo of Neon of hoe dat hij ook heet. Oh, I'm sorry. I got carried away with my story and didn't even properly introduce myself. Ja, wat zei je manier? Ik dacht dat je een prinses was en geen prins 7. I am Zelda, princess of Hyrule. Nou, gefeliciteerd. Daar word je blij van. What is your name? Mijn naam is Zepi. Zepi? That sounds Dutch. But also, it sounds somehow familiar. Ja, dat komt, weet je, ik heb heel veel kijkers en misschien tot daardoor het komt. Ik zou het niet weten. Okay then, Zepi. Nou, sorry. I'm going to tell you the secret of the sacred realm that has been passed down by the royal family of Hyrule. Please keep this a secret from everyone. Nee, want ik zeg net, ik heb zoveel Weet je wat, dat weet jij niet. Jij bent dom, jij vergeet het niet. Jij vergeet wel, doe maar iets. Ik hou mijn mond. Kijk eens, allemaal je mond houden, niet vertellen. The legend goes like this. Dit hebben we eigenlijk al gehoord van de Deku Tree. The Tree Goddess hit the Triforce containing the power of the god somewhere in Hyrule. Misschien waren ze allemaal high. So high. The power of the... to grant the wish of the one who holds the Triforce in his hands. If someone with a righteous heart makes a wish, it will lead Hyrule to the golden age of prosperity. Nou, dat klinkt leuk. Wat leuk! Waarom doe je dat dan niet? If someone with an evil mind has his wish granted, the world will be consumed by evil. That is what he has been told. So the ancient sages built the Temple of Time to protect the Triforce from evil ones. Spannend! Dus, mag de tekst nou wel even sneller? Je mag wel wat sneller praten hoor, ik weet het. Ik bedoel, je hebt daar je tablet in je handen en je laat natuurlijk al die beelden zien. Hé, hey, we moeten het een beetje moderniseren. That's right. The Temple of Time is the entrance through which you can enter the sacred realm from our world. But the entrance is sealed with a stone wall called the Door of Time. Geweldig. And in order to open the door, it is said that you need to collect 3 spiritual stones. Yay, ik heb er eentje! And another thing you need is the treasure that the royal family keeps along with this legend. Als het alleen maar een legende is en geen feit, waarom doen we het? Ik bedoel, nou ja, maakt niet uit. Misschien is het maar een theory. Ja, een reference, ik weet het. The Ocarina of Time. Zo heet het spel, toevallig hè? Je bent nog niet eens de main character en jouw naam staat er keigroot op. Did you understand well the story I just told you? Ja, ik doe het dadelijk wel uitleggen in het Nederlands voor de mensen die geen Engels kennen. That's great. Oftewel, er zit hier ergens een kerk genaamd de Temple of Time en die wordt geblokkeerd door de deur van tijd. En die is dus, zeg maar, daar heb je 3 stenen voor nodig, want sleutels bestonden die tijd nog niet of zo, weet ik veel. En daar heb je ook nog iets nodig en dat heet de Ocarina of Time, oftewel een fluit.
Maar dan, wij hebben een fluit, maar dat is niet de Ocarina of Time. Maar goed, dat heeft ze dus net uitgelegd. En de Triforce, die kan iemand zijn wens vervullen. En is dat een goed persoon, dan wordt het een heel erg mooi land. En is het een slecht persoon, dan niet zo'n mooi land. Dus oké, nou, vertel maar verder. I forgot to tell you. I was spying through this window just now. Jij stoute meid! Oh. The other element from my dream, the dark cloud. I believe they symbolize that man in there. Will you look through the window at him? Als het maar geen wc-raampje is, ik hoef niet iemand te zien schijten. Sorry. Maar goed, laten we eens even kijken. Pom, 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 pom. Al die keuzes slaan trouwens, by the way, nergens op. Hey, jou hebben we in het begin van het spel gezien. Wat doe jij daar? Can you see the man with the evil eyes? Ik vind het ook zo grappig dat het spel al benadrukt dat hij boze ogen heeft. Nou ja, maakt niet uit. That is Ganondorf, the leader of the Gerudos. They hail from the desert far to the west. Wacht eens even, dat is de gast die de Kinteko Tree heeft gebouwd. Jij smeerlap! Though he swears allegiance to my father, I'm sure he's not sinners. Maakt niet uit. In ieder geval, Zelda, hij heeft een boom doodgemaakt. The dark clouds that cover Hyrule in my dream, they must symbolize that man. Luister nou eens even. Oh ja, wacht, ik kan niet praten, hè. Ik kan alleen maar praten naar de kijkers. Gasp. What happened? Did he see you? Denk het. Don't worry. He doesn't have any idea what we're planning yet. Zijn we iets aan het plannen dan? Ik ben alleen maar naar je geblabber aan het luisteren. Yes. I told my father about my dream. However, he didn't believe it was a prophecy. Nee. Klopt. He was going to Camelon to aid him. And you said, but father, what if something happens to you? I'll take the Triforce of Courage to protect me. If you don't hear it in... Oh nee, dat is een ander spel. But I can't sense that man's evil intentions. Ik wijk zoveel af van het verhaal, ik kan er niks aan doen. What Ganondorf is after must be nothing less than the Triforce of the Sacred Realm. Oh, zijn er nog meer Triforces? Ik bedoel, heb je dan ook de Triforce van de trein? Heb je de Triforce van de handdoek? Heb je de Triforce van Mario? Heb je de Triforce van Skyrim? Heb je de Triforce van Terraria? Weet ik veel! Ik bedoel, je specialiseert alleen maar in die Triforce van de Sacred Realm. He must have come to Hyrule to obtain it! Ja, ik bedoel, als dat... And he wants to conquer Hyrule now, the entire world! Of course! Oké, die grap moest gewoon eventjes. Sapi, now we are the only ones who can protect Hyrule. Please! Nou, ik heb jou al proberen uit te leggen. Laat maar, dit werkt niet. Thank you! I am afraid. Nou, hoeft niet. Ik bijt niet. I have a feeling that man is going to destroy Hyrule. Oh. He has such terrifying power. Oh. But it's fortunate that you have come. We must not let Ganondorf get the Triforce. I will protect the Ocarina of Time with all my power. He shall not have it. He shall not pass. You go find the other two spiritual stones. Now, woof. Let's get the Triforce before Ganondorf does and then defeat him. Of ik pak mijn spiritual stone en ga gewoon, ik weet niet hoe ver weg. En hij vindt het ook niet. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, dat is maar een theory. One more thing. Take this letter. I'm sure it will be helpful to you. Ta-da-da-da! You have received Zelda's letter. Whoa, the Zelda letter has Princess Zelda autographed. Send it to something and something and... Hou nou eens op met die uitleg! Ik word er gek van! Na de eerste 15 items weten we wel wat we ermee moeten doen. Nou Zelda, fijn dat je naar mij luisterde. Ik hoef alleen maar naar jouw gewauwel te luisteren. Sorry voor de kijkers dat ik het zo langdradig maak, maar ik wou het ook wel interessant houden en alles. Dus vandaar al die geintjes en grapjes en giggles. Wie ben jij? Oh mijn god, nee. Nee toch zeker? It's the Ice Queen! I am Impa of the Shikakas. I am responsible for protecting Princess Zelda. Everything is exactly as the princess foretold. Jouw stem is nogal laag en... Je hebt nou niet zo'n lange sliert haar. Je hebt nou geen spaghetti, oftewel soep in je haar. You are a courageous boy. You are heading out on a big new adventure, aren't you? My role in the princess' dream was to teach a melody to the one from the forest. This is an ancient melody passed down by the royal family. I have played this song for Princess Zelda as a lullaby ever since she was a baby.
Ik kan er niks aan doen. In elke Zelda game moet ik gewoon echt Impa gewoon belachelijk maken weer met de stem. Ik kan er niks aan doen. These are mysterious powers in these notes. Now listen carefully. Oké. Sorry, joh. Oh, man. Wat is dat? Sorry, ik moest heel even iets pakken. Maar wij moeten dus een liedje gaan spelen op de ocarina. Nou, dan gaan we dat ook doen ook. Even wachten. Mijn excuses. Oké, hier gaat ie. Daar is hij toch? Daar is hij toch? Hallo, ik heb... Nee? Oh, ik moet het echt per se met die controller doen. Weet je hoeveel moeite dat kost? Maar goed. Oh, wacht. Ik speelde het verkeerd. Nog één keer. Sorry, jongens. Tada! Nee? Flame. Speelde ik net ook hoor. Ik ben eigenlijk heel erg slecht met Ocarina. Mijn excuses dat jullie dat aan hebben moeten horen. Maar dat was actueel fluit op de Ocarina. Maar goed, het maakt niet uit zonder dat. You have learned Zelda's lullaby. Geweldig. If the castle soldiers find you, there will be trouble. Let me lead you out of here of the castle. Oké. Als je maar geen ijskoude queen gaat worden en me probeert te killen, dan ben ik tevreden. Of als je maar geen soep in je haar gaat krijgen. You brave lad. We must protect this beautiful land of Hyrule. Dit is niet verschrikkelijk om dit geld even te geven. Take a good look at that mountain. That's that mountain. Home of the Gorons. They hold the spiritual stone of fire. Hey, hoe is het dat we echt naar de spiritual stone zijn gaan? At the foot of that mountain, you will find my village, Kakariko. That is where I was born and raised. Leuk. You should talk to someone of the villagers there before you go up that mountain. Okay. The song I just taught you has a mysterious power. Only royal family members are allowed to learn this song. Remember, it will help you to prove your connection with the royal family. En iedereen weet het nu ondertussen. Geweldig. The princess is waiting for you to return to the castle with the stones. Alright, we're counting on you. Oké. Flash! Haha! Zie daar nou de power van een Deku Nut? Nou, dat was een interessante cutscene. Ik kan er ook weinig aan doen. Maar goed, we moeten dus naar Kakariko Village. Dus laten we daar maar naartoe gaan. Dat lijkt mij een hele mooie plek. Sorry nogmaals voor zo'n gigantische cutscene. Ik hoop dat ik het een beetje hilarisch heb kunnen brengen. En echt serieus, die stem van Impa. Mijn excuses voor de mensen die het beledigend vonden. En voor de mensen die niet meer bij komen van het lachen. Rustig maar. Er zijn nog genoeg parts waar dat ook gaat gebeuren. Hoop ik. Dus, zonder enig op onthoud gaan we naar deze ladder. Of ja, deze trap. Stairways to heaven. Nee. It's a stairway to Kakariko. En dat is onze volgende village. Nou weet ik dat er heel erg veel secrets zijn, maar daar wil ik dadelijk op aankomen wanneer dat daar de tijd rijp voor is. Dus maak je je zorgen, we kunnen heel veel secrets kofferen, maar dat heeft een tijd nodig. In ieder geval, dit is Kakariko Village. Ontspannende muziek, rustgevend, fijn, prettig, leuk, fijn, prettig, leuk. En... het spijt me zeer voor deze, ja, langdradige aflevering. Maar ja, we hebben dus zeg maar heel veel informatie gekregen. En ik denk dat ik het daarbij ga laten in deze aflevering. Morgen gaan we weer livestreamen. Waarschijnlijk weer de Binding of Isaac Rebirth. Dit keer niet als een noob, maar als een pro. Ik heb heel erg goed geoefend. Dus hopelijk ben ik niet zo noobisch als de vorige keer. Ken ik ook beter de chat in de gaten houden en al die dingen. Dus, heb je een leukste momentje voor deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En voor alle voice acting, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Tenminste... ik deed mijn best. Of voor de fluit van de ocarina, dat ik heb gefloten. Dus, ja, het is een echte ocarina, dus, maar dat maakt niet uit. Dus, ik hoop jullie allemaal te zien, maar bij de volgende aflevering gaan we Kakariko Village in. En dan gaan we daar heel eventjes wat stuff doen. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Doei!